Mijn biografie is onlosmakelijk verbonden met die van mijn moeder, Anne-Marie Jullet. Haar levensverhaal dat ik aan de hand van urenlange gesprekken en documenten uit het familiearchief heb genoteerd, begint in Bredene aan Zee. Isidore L., haar grootvader, groeit er samen met zijn zussen op in De Lee van Vlaanderen, een café in de schaduw van de kerk van Bredene Dorp. Daar ontmoet hij op een dag Mathilde, een meisje dat van aanpakken weet. Dagelijks trekt ze langs rustige landwegen van Bredene naar Klemskerke, waar ze in een weide de koeien van haar ouders melkt. Mathilde en Isidore kunnen het goed met elkaar vinden. Het duurt dan ook niet lang, alvorens beiden in het huwelijksbootje stappen. Anne-Marie is 11 jaar als ze op een dag Roos Divry, die balletdans geeft in de parochiezaal van de wijk Sas, ontmoet. Na enkele geïmproviseerde oefeningen aan de tapkast valt het Roze Divry op dat zij en haar vriendin Janine talent hebben. Behalve tapdans leert mevrouw Divry in haar appartement, vlakbij de galerie van kunstenaar Jeff van Turenhout op de dijk van Oostende, ook choreografie en acrobatie aan. Samen met andere meisjes gaat Anne-Marie er geregeld les volgen en oefenen. Ballet is haar grote passie. Van tante Nelly, haar doopmeter, die het niet breed heeft, krijgt ze een paar balletschoenen cadeau. Dat is niet naar de zin van haar vader. Hij wil niet dat de aandacht van zijn opgroeiende dochter meer uitgaat naar dansen in plaats van studeren. Mijn vader was behoorlijk actief op de parochie. Hij richtte een afdeling van de Giro op en organiseerde tentenkampen in Limburg. Mijn moeder, tante Mie voor de Giro-jongeren, was voor de kookploeg verantwoordelijk. Ik was als Dreumes de mascotte van de Giro. Na verloop van tijd werd de jeugdbeweging voor mijn vader een dankbaar excuus om na zijn dagtaak niet meteen huiswaarts te keren. Talrijk waren de avonden dat hij met leiders en vrienden van de Giro zogezegd op café moest vergaderen. Op den duur was hij 's avonds meer uithuizig dan thuis. Dat hij zijn gezin minder belangrijk vond, stak voor mijn moeder. Misschien kon een tweede kindje verhinderen dat hij definitief het verkeerde pad zou opgaan.